Bybellees Rooster. Week 3. Sondagochtend. Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die eeuwige lewe in Christus Jesus, onze Here. Sondagnacht. Efesiërs 6 verse 1 tot 3. Kinders, jullie moet jou ouders gehoorzaam wees in die Here, want dit is reg. Eer je vader en je moeder, dit is die eerste gebod met de belofte, zodat dit met jou goed mag gaan en je lang mag leven op die aarde. Maandag tot woensdagochtend. Jesaja 59 vers 1. Kijk, die hand van die Here is niet te kort om te helpen, en sy oor is niet te zwaar om te hoor nie. Maandag tot woensdag nacht. Psalm 23 verse 1 tot 3. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerle in groen weivelde, na waters van rus is, lei hy my heen. Hy verkwik my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Donderdag tot zaterdag ochtend. Filippense 4 vers 6. Wees oor niks bezorg nie, maar laat julle begeertes in alles dier gebed en smeken met dankzegging bekend word by God. Donderdag tot zaterdag nacht. Psalm 23 verse 4 tot 6. Al gaan ek ook in het dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Want hij is met mij, die stok en die staf die vertroos mij. Ik bereid die tafel voor mijn aangezicht teenoor my teestanders, maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en gunst sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.